We gaan naar huis. Ja. Ik kan niet wachten tot alles weer normaal is. Jongen, ik denk niet dat alles nog ooit normaal zal zijn. Kom op, Lucas. Kom maar bij. Voorzichtig, Nick. En ironisch genoeg kwam de grootste bedreiging uit ons eigen midden. En nu wil ik graag felicitaties overbrengen aan onze drie moedige helden voor het voorkomen van een verschrikkelijke tragedie. Dank je, Nick. Bedankt. Dokter. Mag ik? Ik wil als eerste Nick bedanken voor zijn grote, al dan niet gigantische bijdrage aan onze inspanning. Maar ik wil ook bedanken onze kleinste held voor zijn wijsheid. Zonder zijn inzicht hadden we de sleutel zelf gebruikt en waren we gestorven. Dank je, Lucas. En laten we ook allemaal even denken aan Ryder. Die zijn leven opofferde opdat wij gered werden. Onze gedachten zijn bij jou, Ryder. Waar je ook bent.